Andel, of Eil, wat ze hier zeggen, is een mooi plaatsje. Het is een dorpje in het land van Heusen en Altena, nog net in Brabant. Je kunt hier een frietje bestellen, maar een patatje, daar lopen ze ook niet voor weg. Een dorp zoals er zoveel zijn. Een slager, een bakker. Ik wil graag 10, maar niet anders kan. Ja. En natuurlijk, hoe kan het anders? Een fanfare. Andels Fanfarekorps. Wereldberoemd in Andel en omstreken. Een jaar lang volgen we dit orkest. Peter, Miranda, Wietske, Nathalie, Wim. In deze serie vertellen we het verhaal van al deze mensen die één ding gemeen hebben. Hun liefde voor muziek. Waar komt die liefde vandaan? En hoe hou je een fanfare vandaag de dag in stand? Want pas op, hè, dat kost een paar centen. En, belangrijk, waar liggen de uitdagingen voor dit orkest? We beleven het verhaal met de muziek mee. In deze eerste aflevering ontdekken we dat Andel een beroemde passant heeft gehad. Nee, dat hoort niet in Woerdekum. Dat hoort hier. Ja, waarom? Heb je al tegen? En komt het orkest na 32 jaar voor een onaangename verrassing te staan. En ja, en nu? En ja, dat, toen zei Floris nog wel dat hij dat wel wilde doen. Straks. Raymond is slagwerker bij Andels Fanfarekorps. Vanavond is er een optreden. Hij is getrouwd met Heidi. En ja, die is ook lid van de vereniging. Maar even Robijn nog bij opa en oma brengen. En jij, ga je nog eventjes mee? Even luisteren. Ja? Ja. En kom je dan naast opa zitten of ga je in de kerk zitten? Naast opa. Naast opa. Ja, het is familie Hoeze, dus... De muziek staat centraal bij de familie Hoezeer. Ja. En niet alleen Raymond, Heidi en haar vader zijn dit. Ook nichtje Joliek speelt een aardig deuntje mee. Hey, ben je er klaar voor? Ja, helemaal. Nou, super. We hebben er allemaal heel veel plezier in. Het is wel akelig veel wat mee moet vandaag. Ja, dat valt altijd zwaar tegen dit. Dat is het nadeel van een slagwerker zijn. Je bent niet alleen spelen, maar je bent ook heel veel aan sjouwen. En dan straks ook weer alles opruimen, dus dan zit de rest al aan een bier en dan zijn wij nog aan sjouwen. Dat is een beetje jammer. Deze moet ook mee. En deze moet mee. En deze moet mee. We willen allemaal graag mooi muziek maken. Het is sowieso iets moois. En ja, dat willen we ook laten horen. Ja, die kan je toch zelf wel dragen? Hé, hey, Boef? Wij zijn met een hele groep, volgens mij met kinderen vanaf de kleuterschool die ik al ken, bij de muziek gegaan. We blijven allemaal. Ik heb altijd bugel gespeeld. En sinds 5 jaar overgestapt naar trombone. Ook eigenlijk door mijn vader zo gekomen. Die zei, probeer het eens een keer en misschien is het wel wat voor jou. Nou, ik vond het hartstikke leuk. Als je kinderen hebt die dus dat volgen en daarin meegaan en die krijgen weer kinderen, ja, dan krijg je natuurlijk wel snel een groepje van mensen die druk zijn met muziek. Ja. Ja, precies. Nou, oma, hier zijn we. Hallo. Hier staat de tas met de pyjama en pampers. Onder de lokale supermarkt huurt de fanfare een zaaltje. Zo, hier zijn we. Zo. Kijken hoe het allemaal werkt. Nou, foto's. Het is een oefenlokaal. En er is een archief. Dat hebben ze verstopt in een kist. Hoppadee. Opgericht 23 april 1893.
dan was dit het hoofdvaandel en dan liep dit ernaast zo, weet je wel. Met de lauwerkransen, ja, het is allemaal van vroegere tijd. Dat is niet... Dat is niet meer van tegenwoordige tijd, dat hebben we niet meer. We zien hier anders van varenkorps, maar ik weet niet uit welk jaar. Het moet uit het oude. Dit is ook volgens mij 1908 ook bij de Bergse Maas, hè, bij Heusden. Ja, ja, oké. Okay. De notulen die beginnen in, die ik kan vinden in 1908. Ja. Daarvoor is er eigenlijk weinig bekend, maar volgens de overlevering. Maar wat er voor waar is, dat weet ik niet. Zijn ze ooit begonnen als zangvereniging? Maar... Ja. Dit is mijn familie, dit is mijn opa met al zijn broers. En dit is mijn moeder en dit is een tante van mij. Ja, een hele familie. Mijn opa, dat is net Pieter, ja. Vind ik. Ja, Arie van der Vliet en Teus. Kijk hier, joh. Hier, dat ben ik. En dit is mijn man. En daar zijn we ontvangen door jeugdleden en er stonden ook nog een paar jeugdleden te spelen. Ja. Gezellige boel toen. Kijk, dit is mijn debuut als slagwerker van de drumband naar... Naar de fanfare. Ben jij dat? Ja, dat ben ik, ja. In 1962 of zo. Raymond speelt al jaren slagwerk bij Anders Fanfarekorps. Of AFC, zoals ze hier zeggen. Als Limburgs manneke is de muziek hem met de paplepel ingegoten. Van vader op zoon. Zo? Ja. Op een gegeven moment ging mijn pa die ging muziek maken. Die gaf zich op bij een vereniging. En toen dacht ik, ja, joh, lijkt me leuk. Hè? We gaan eens kijken. Meegegaan. En toen ben ik blijven plakken. Ik ben een goede mens tegengekomen. Die hebben mij toch van links en rechts naar de goede kant geduwd. En ook mijn ouders natuurlijk, die hebben me gewoon heel erg gesteund. En uiteindelijk ben ik heel ver gekomen. En uiteindelijk ja, is dat toch wel mijn passie geworden. Onvoorwaardelijke liefde voor de muziek. Hoe mooi kan het zijn? Maar dan is er dat ene optreden bij het Nationaal Jeugdfanfareorkest. We waren aan het repeteren in Gilserijen. En op een gegeven moment, we waren begonnen. En toen kwam daar een lachend, gierende meid binnenlopen. En dat was Heidi. En toen had ik zoiets van, zo, dat is een leuke meid. Ja, dat was letterlijk liefde op het eerste gezicht. We zijn aan elkaar blijven plakken. En toen was het vanzelfsprekend dat ik deze kant op kwam. En uiteindelijk lid ben geworden hier. Alles wat mij op mijn pad is gekomen, is via de muziek op mijn pad gekomen. En dat is iets heel bijzonders. En daar sta ik eigenlijk te weinig bij stil. Maar goed, het is ook wel een soort van virus, zeggen we. Als je er één keer mee weer besmet raakt, dan kom je er ook niet meer vanaf. De liefde brengt Raymond naar het Brabantse Andel. Een bijzonder plekje. Dat had natuurlijk een veel mooiere betekenis hier dan... Wim en Teus zijn goede bekenden van elkaar. Een wandeling door het dorp roept veel herinneringen op. Hé hey Wim, jij bent toch hier geboren, toch? Ja, deze plek hier ben ik geboren. Ja, want bijvoorbeeld waar we nou hier staan, een mooie tegelpad, dat noemen wij hier in de volksmond. Ja. Noemen wij nog het zandpad. Ja, het zandpad was dat. Dat komt omdat er vroeger inderdaad een pad was met uitsluitend zand. Dat was al verhard. Met die lindenboom, ja, dat is nog steeds karakteristiek voor Andel. Hele generaties die weten niet anders of dat die lindenboom hier hebben gestaan. Dus dat maakt inderdaad Andel, vind ik. Ja, dat is Andel, ja. Andel is ook een gelovige plek. Veel katholieken vind je hier niet. Wel zijn er 3 protestantse gemeenten met veel leden. Op zondag zit de kerk hier nog vol. Het geloof speelt hier in deze buurt wel mee. Ik bedoel, op zondag geven we geen concerten. Dus dat doen we niet. Je kunt je afvragen of het land van Heusden en Altena wel bij Brabant hoort. In het verleden was dat namelijk niet altijd zo. Lange tijd was het onderdeel van de Hollandse provincies. Ja, zeg maar, toch wel die Calvinistische inslag. Maar als je de mensen, denk ik, zou vragen van... zou je bij Holland weer terug willen? Dan denk ik dat iedereen, of toch de meerderheid, zegt... nee, dat willen we niet. We zijn toch Brabander. En er is nog iets. We gaan op zoek naar het graf van Jan Klaassen. Volgens mij moet je hier rechtsaf, hier zo. Door het hek. Oh, hier zo, ja. Hier bij de Roembouwstoren ligt een grafzerk uit 1634. Juist. Hier zie je. Hier ligt begraven Jan Klaassen. Jonggezel tot Neerandel. Ja. Ja.
Er is allerlei onderzoek naar gedaan in het verleden ook. Maar niemand heeft eigenlijk kunnen ontdekken wie nou deze Jan Klaas was. Nou, dus dat verhaal, dat is een eigen leven dus gaan leiden, dat in Andel, de Jan Klaas, de trompetter van de prins van Oranje, dat hij dus in Andel begraven ligt. Andel behoort sinds de jaren 70 tot de gemeente Woudrichem. En het is juist in die plaats waar Jan Klaassen met een standbeeld is vereerd. Nee, dat hoort niet in Woerdekum. Dat hoort hier. Ja, waarom? Heb je wat tegen Woerdekum? Het is echt iets van Andel, dus wat ze in Woerdekum mee doen, dat snap ik niet. Terug naar de trompetters van deze tijd. Vanavond speelt AFC tijdens het jaarlijks Koningsconcert. Georganiseerd door de Oranje Vereniging. Oranje Vereniging is diep geworteld in Andel. Die hebben ook altijd best veel mensen. Kunnen veel wat publiek op de been brengen. Het is gewoon eigenlijk een soort dorpsfeest. Zo wordt het eigenlijk bedoeld, denk ik, ja. Niks aan de hand, zo lijkt het. Maar niets is minder waar. De dirigent Danny Oosterman heeft zich een paar dagen eerder onverwachts teruggetrokken. Die avond vertelde Danny dat hij niet achter de keuze kon staan die wij hebben gemaakt om niet naar het concours te gaan in november, maar om een stapje terug te doen en naar de eerste afdeling te gaan. Ze spelen namelijk al heel lang in de concertafdeling. Zeg maar de eredivisie onder de fanfares. Ja, dat was wel van de ene kant een pijnlijk besluit van wat gaan we nou doen? Want je gaat dus uit de concertafdeling, dat weet je. Dus niet concours is einde oefening concertafdeling. Nou, we hebben toch altijd daar... Het is wel een plek waar we thuis horen. Spelen op het hoogste amateurniveau is bijna niet meer op te brengen voor sommige leden. Het gaat er vooral om dat je natuurlijk met z'n allen muziek maakt. En dat je daar allemaal blij mee bent met wat je doet. Maar dat zag Danny dus iets anders. En heeft hij na 32 jaar besloten te stoppen. Met als gevolg dat het orkest nu geen dirigent meer heeft. Het toeval wil dat Floris die avond mee repeteert als invalmuzikant. Floris was er die avond om mee te helpen voor dat concert. Of basgitaar, geloof ik, of wat hij speelde. En ja, toen zei Floris dan wel dat hij dat wel wilde doen. Of Danny vroeg dan van, nou, misschien kan Floris dat dan voor zaterdag doen. En ik liep naar Danny toe en zei, joh, ja, wat moet ik dan? Ja, dit zijn de stukken, hier heb je een bosje partituren. Dus ik zei, mag ik ook dan je dirigeerstok? Want ik heb dat allemaal niet zo erg meer bij de hand, die spullen. Maar ja, dat is best, hier heb je mijn dirigeerstok en succes. Dat ging toch wel best relaxed eigenlijk. We hebben al wel eens vaker een concert met lichte muziek gegeven met Floris. Dus dat ging toch wel, ja, redelijk ontspannen. Ja. Ach ja, het zijn de alledaagse problemen, zullen we maar zeggen. We kunnen uit betrouwbare bron melden dat de kinderen heerlijk hebben geslapen bij opa en oma. Tom, Tom. Volgende week in Met de Muziek mee. Floris gaat flink repeteren met het orkest. Dat was goed. Okay. Gaat u nog een keer? En blijkt de liefde voor muziek ver te gaan. Het is leuk werk hier zo. Een beetje de polder in kijken. Hebben we bij de vaste baan bordenweeks helaas iets minder voor elkaar.